Terwijl de hond aan het eten is, gaan wij vakje 7 openmaken. Dat moeten we hier zijn. Goedenavond. Het is inmiddels 7:45. Ik ben thuis. Ik heb Raafje al even uitgelaten. Ik heb, nou, laat dat ik thuis. Ik denk 7:55, zoiets. Goedemorgen. Ik had hem gisteravond al gauw uitgewassen en nu heb ik hem aan. Hoe leuk is hij? Ik vind hem echt heel tof. Er staat hier een hele berg snert zonder ert. Want vanavond ga ik met 3 collega's eten. Alle 3 in eigen bak. Want wij hebben een oudere avond. En dat betekent dat ik nu een stukje film. En misschien vanavond. En dat het dat dan is. En dat is logisch. Want ik ben er bijna niet. Even kijken, ik moet alles weten. Even een shakeje maken en dan zullen we eens even de adventskalender van vandaag open. Dag 7 alweer. Het gaat zo snel. Even kijken, ik had al een rondloop gepakt. Even een lichtje aan. Ja, jij krijgt ook eten. Dus ik heb een dribbel omheen. Die wil ook heel graag wat eten. Oh ja, en als je dit soort pakken hebt, hè, even een hele handige tip. Nou ja, handig. Gewoon even een tip. Openmaken, afknippen. Dan zit er gewoon echt vaak nog een flinke slok in. En ik vind dat gewoon zonde om dat dan niet te drinken en weg te gooien. Ik moet zeggen dat het wel per pak verschilt hoor. De ene pak is meer dan de andere. Maar goed, dan kan hij daarna alsnog in de plastic pak. Even de volgende losdraaien. Al is het losdraaien en dan schudden, anders wil het niet. Er zit een soort van vacuüm op, lijkt wel. 300, daar ben jij. Ja. Zo. Chipoeder is bijna op en dan gaan we weer over op de lekkere. Maar die gaat wel in deze bus, want het zit in de zak. Dus de pastie is een halve zak hierin. Ja, dat is maar even zo. Koffie. Morgen boodschappen doen. Dan even koffie meenemen, want deze is bijna op. En dan gaan we shaken. En dan gaan we de hond ook van eten voorzien. En die moet zoeken mij. Terwijl de hond aan het eten is, gaan wij vakje 7 openmaken. Dat moeten we hier zijn. En dat is weer een bouwwerkje. Met een geel onderkantje dit keer. We gaan eens even bouwen.
Voor degenen die het niet herkennen. Ik moet even goed inzoomen. Dit is de nachtbus, de nightbus. Herkennen jullie hem? Ik vind hem echt heel erg leuk. Ze hebben het wel heel goed uitbedacht. Nou, die mag hier staan. Zetten we daar neer. Dus inmiddels hebben we al een hele verzameling. En nog weer een hoop stukjes over. Maar dat geeft niet. Zoek naar iets waar ik die dingen in kan vervoeren. Even naar al die tas. Avondeten. Ja, hoort erbij. Misschien eet het ook wel tussen de middag, kan ook. En dat we vanavond makkelijk eten, omdat we dus. Nou ja, iedereen blijft dus op school vandaag. Tenminste, een aantal collega's, niet iedereen, dat moet ik wel zeggen. Zo. Hergebruikbaar. Dat staat er ook niet op. Ik heb elke keer vlekken op mijn bril. En gisteren, oh jongens, ik heb de hele dag natuurlijk in de keuken en we bakken pepernoten en speculaas op het moment. Of pepernoten en kruidcake. Maar jongen, mijn bril. Het ziet er niet uit. Het is echt bizar. Maar ik zie deze nu alweer. Officieel mag je niet hijgen op een bril, maar ja, jammer dan. Als het daardoor eraf wil, vind ik het al heel snel best. Ik denk dat dit wel oké is. Even spieken. Oh, jullie zijn er. Dat is fijn. Het is goed dus. Ik wil dus zeggen, ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Ja, ik weet het wel, na achter. Dus ik zie jullie vanzelf een keer weer terug. Tot vanavond. Tot 8 uur. Goedenavond. Het is inmiddels 8:15. Ik ben thuis. Ik heb Ravi al even uitgehaald. Ik heb. Nou, hoe laat was ik thuis? Ik denk 7:55. Zoiets. Gelijk met Ravi gaan lopen. En nu ga ik een handje nootjes pakken. En nog wat lekkers. En ga ik lekker even zitten. Nog even rewinden. Ik ben een beetje moe. Dat kun je je misschien voorstellen na 12 uur werken. Kort erbij. Nog 2 dagen te gaan. Even kijken, wat gaan we doen? Wat heb ik gezien? Ik ga het laatste stukje vastnemen. Maar het, ja, het hoort er gewoon bij. Het is gewoon. Het zal het wel heel nuttig worden daar niet van. Maar het is, kost gewoon veel tijd. Hoe leuk ook, hoe nuttig ook. Het hoort erbij. Maar ik heb dus een bakje met wat lekkers. Ga lekker even zitten. Even helemaal niks doen. Ja, en daarna ging ik eigenlijk vrij rap zitten. Boekje puzzelen. En toen vielen mijn oogjes vanzelf dicht. Ik was zo ontzettend moe. En toen lag ik in bed en was ik laawakker. En ik sliep om 12:30 nog niet. Dus ja, dan is je hoofd gewoon zo vol met dingen, met informatie, met dingen die je met anderen weer moet delen. Dat kost gewoon heel veel energie. In elk geval, dit was de video van de woensdag. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens jou een hele fijne dag als je deze video's morgens hebt gekeken. Kijk je 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Morgen ben ik er weer in een nieuwe video. Heel graag. Tot dan.